is het verbieden van een gebedsbijeenkomst in strijd met de vrijheid van godsdienst. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De organisatie van een aanbiddingsbijeenkomst in Kampen ziet helemaal af van de samenkomst. De burgemeester verbood de bijeenkomst. Waarom deed hij dat? Daarover straks contact met Daniel van Deutekom, initiatiefnemer van deze samenkomst. Maar eerst dit. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Arabische Lente begon. Van Syrië tot aan Egypte stonden burgers te protesteren tegen hun leiders. Contact nu met Jacob Hoekman vanuit het Midden-Oosten. Goedenavond, meneer Hoekman. Goedenavond, meneer Baskamp. Ja, kunt u nog even schetsen wat de aanleiding was voor die Arabische Lente 10 jaar geleden? Jazeker. 17 december 2010, toen heeft Mohamed Bouazizi, een hele arme Tunesische staatsverkoper, hand gestoken omdat hij er niet meer tegen kon. Agenten die zaten hem voortdurend te treiteren. Hij zag gewoon geen toekomst meer. Toen heeft hij benzine gehaald bij een benzinestation dichtbij. Over zichzelf heen gegoten en zichzelf in brand gestoken. En dat, dat werd zijn dood. En dat heeft een hele keten van reacties veroorzaakt. Dat mensen zeiden van ja, maar Mohammed is niet de enige. Heel veel mensen zitten in zo'n moeilijke situatie. En mensen gingen toen massaal de straat op. En dat was het start zijn voor de Arabische opstanden. Ja, waarom heet het eigenlijk Arabische Lente? Ja, nou ja, omdat men hoopte dat het eindelijk verandering zou brengen. Dus een beter leven voor gewone mensen die vaak heel arm waren. Meer politieke vrijheid ook, meer brood op de plank. En dat je een toekomst voor je kinderen kan waarborgen. Ja. Dat soort dingen, simpele basale dingen, dat wilde men. Dus men hoopte dat het van de winter nou eindelijk eens een keer lente zou worden. Ja. We herinneren ons de beelden van destijds, massale demonstraties, bijvoorbeeld in Egypte. Wat heeft dat als gevolg gehad? Nou, er zijn door de hele Arabische wereld een heel aantal presidenten en andere leiders moeten opstappen. Ja. Of zelfs gelinched door het volk, zoals in het geval van Libië. Daar is Gaddafi, die toen de leider was, gelinched door zijn eigen volk. Ook de Jemenitische president van destijds is vermoord. Mubarak in Egypte, de president, die moest het veld ruimen. Ja. Dus het heeft enorme politieke gevolgen gehad. Maar er is helaas ook enorm veel oorlog uit voortgekomen. Ja. Ja, wat heeft het voor die bevolking, zoals u net schetst, die een stem wilde geven aan hun protest. Heeft het daar effect voor gehad? Of zijn die er na 10 jaar niks meer opgeschoten? Ja, nou, het heeft wel effect gehad, maar vooral in het negatieve. Ja. De bevolking heeft er eigenlijk heel weinig aan gehad. En de situatie van de Arabische wereld is nu in feite in de meeste Arabische landen bedroevender dan 10 jaar geleden. Ja. Er is nu minder vrijheid, de economie staat er beroerder voor. Dus dat is echt een hele trieste uitkomst van 10 jaar zogenoemde lente. Ja, tot slot, we staan aan de vooravond van 2021. Hoe kijkt de bevolking daarnaar in dat gebied? Nou, je zou zeggen mensen verliezen de hoop en dat gebeurt soms ook wel. Ja. Maar toch in het algemeen blijven mensen in de Arabische wereld best wel hoop houden. En dan wijzen ze erop dat in het Westen, zeg maar, is het ook niet in een paar jaar gelukt om van zeg maar een middeleeuwse samenleving naar een democratische bestel te gaan. Zoiets dat duurt vaak heel lang, veel langer dan 10 jaar. En mensen hopen nog steeds dat, misschien is het nu nog, kunnen we het nu nog geen lente noemen, maar dat die lente uiteindelijk wel degelijk nog zal komen. En het gaat veranderen in een zomer. Absoluut. Ja. Er blijft hoop. Dank voor dit gesprek. Jacob Hoekman vanuit het Midden-Oosten. De organisatie van een aanbiddingsbijeenkomst in Kampen ziet er helemaal van af om de samenkomst te houden. Eerder verbood de burgemeester van Kampen dit event al. Nu contact met Daniel van Deutekom, initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Goedenavond, meneer van Deutekom. Goedenavond. Ja, fijn dat u in de uitzending bent. Waarom wilde u een aanbiddingsbijeenkomst in Kampen organiseren? Nou, wij van Laat ons willen geloven dat dit de tijd is voor de kerk om op te staan. Het is een tijd waarin zoveel mensen zicht of uitzichtloos zijn en zicht op hoop, op een goede toekomst verliezen. Mensen snakken naar een antwoord. Ja. En wij geloven dat dit de tijd is voor mensen om in aanraking te komen met Jezus. En dus wij organiseren sinds oktober opwekkingsbijeenkomsten, aanbiddingsbijeenkomsten, waar mensen tot geloof komen, waar mensen genezen worden. We hebben het daarna gedaan in 14 oktober, 14 november in Amersfoort. En nu wilden wij aankomende zaterdag 19 november
God aanbidden in Kampen. Ja. God had het heel duidelijk op ons hart gegeven. Alleen helaas heeft de burgemeester dus een stokje ervoor gestoken. Ja, 19 december, zaterdag. U wilde dat doen met alle coronamaatregelen in acht genomen, 1,5 meter, et cetera? We hebben alles in acht genomen. Ja. Bijna tot het overdrevene zelfs, zeg maar. Dus een grote ordendienst, iedereen met hesjes aan, dat was allemaal niet vereist. Ik bedoel, je ziet zoveel demonstraties, ook in deze coronatijd, waarbij dat niet in acht genomen wordt. Ja. En gemeentes gaan er gewoon alsnog mee akkoord. We hadden linten op de grond, een beperkt aantal mensen per vak, zeg maar. Ja, wat was de motivatie van de burgemeester dan om het te verbieden? Nou, uiteindelijk heeft de burgemeester overwogen dat het te dichtbij een winkelcentrum was. Ja. En dat het daarom voor drukte kon leiden. Alleen wij geloven dat het eigenlijk niet heel erg de reden was. Waarschijnlijk was het gewoon meer depressie vanwege het nieuws van de afgelopen maandagavond. Mm. Dat hij dacht van ik wil mijn handen hier niet aan branden. Hij noemde het ook in een persoonlijk gesprek met mij dat het aan de sfeer lag die was ontstaan. De sfeer is nu anders. En daar moeten we rekening mee houden. Ja. Dat kan gewoon niet meer. Ja, deze. Ik vind het best wel ernstig. De eerste, voor zover ik weet, de eerste gebedsbijeenkomst die verboden is sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Sajan Detail, deze burgemeester is lid van de ChristenUnie. En hij zegt er mee geworsteld te hebben om dit besluit te nemen. Proeft u. Dat kan me voorstellen. Ja, proeft u dat bij hem? Ja, ik denk dat de man best wel recht is. Ik geloof ook wel dat het een echte worsteling is geweest. Ja. Het is ook niet over één nacht ijs gegaan. Het was ook een lang proces, een lange communicatiewisseling met de gemeente. Waarin het een beetje onderhandelen was soms zo. Mm-hmm. En zoeken en geven en nemen. Maar toch denk ik van het is jammer dat hij deze keuze heeft gemaakt. Omdat het in mijn ogen ergens meegaan is in politieke correctheid of coronacorrectheid. Ja. Want het ziet er misschien niet heel tof uit. Terwijl in de buitenlucht zijn er gewoon geen besmettingen. Ja. Zijn er gewoon geen besmettingen. Ja, maar toch, als u zegt van ik wil dit organiseren, Kampen verbiedt het, dan zou ik zeggen ga naar een andere gemeente. Maar nu blaast u het helemaal af. Klopt, het was uiteindelijk ook heel last minute. Hè? Uiteindelijk hoorden we, woensdag hoorden we pas dat het niet doorging. Dinsdagavond hoorden we pas dat het niet doorging. En dan kan je, wij zijn daar een soort van in beroep ingegaan in de zin van wij hebben een andere locatie aangevraagd, kijkend of we daar wel akkoord voor kregen. Mm. Maar er ging uiteindelijk meer dan 24 uur overheen, kregen we uiteindelijk ook geen duidelijke uitslag over. Okay. En we hadden Kampen op ons hart gekregen. En dat voor ons voelde het als we naar een andere gemeente zouden gaan, als een verlies. Ja. We weten gewoon van de locatie van Kampen dat er veel kerken zijn en veel christenen zijn die snakken naar zoiets. Ja. En dat was het doel en de missie die op God op ons hart heeft gelegd. En wij geloven dat we zeker gaan terugkomen om die missie te volbrengen. Ja, u noemt kerken. Er zijn kerken die aangekondigd hebben voor aanstaande zondag gewoon samen te komen met 200 of 300 mensen in hun kerkgebouw met die afstanden in acht nemend. Wat vindt u daarvan? Ja, sommige kerken doen het gewoon in gebouwen. Dat is ook wat ik een beetje tegen de gemeente probeer te zeggen. Weet je, of we komen binnen samen en dan is het legaal. Ja. Of we komen buiten samen en dan wordt het verboden. Mm. Ik van, wat is dit voor een beleid? Ik snap het niet. Maar goed, zoals ik al zei, het is een media-hetze. Want er is bijna geen besmettingen buiten. En men probeert mij te verwijten en ons te verwijten dat wij er slecht aan hebben gedaan om gewoon God te willen aanbidden. Ja. Maar ik denk gewoon, jongens, in de buitenlucht zijn er geen besmettingen. En het is niet dat wij het virus ons wordt verweten dat wij viruswaanzin mensen zijn of wat dan ook. Of dat wij het virus bagatelliseren. Totaal niet. Nee. Het is erg dodelijk. Alleen buiten is er ook bijna geen besmetting. Dus beide feiten proberen te accepteren. Sommige mensen accepteren alleen het ene feit dat het dodelijk is. En projecteren die angst op alles. Ja. Terwijl 1,5 meter buiten, er gebeurt niks. Nee. Alleen om een of andere reden pakken we dat niet in ons oog. Ja, tot slot meneer Van Deutenkom. Er zijn ook mensen die zeggen als kerk moet je zeker de overheid gehoorzaam zijn. En die regels die de overheid oplegt gewoon naadloos uitvoeren. Ik denk dat op dit moment dat wij inderdaad een hele grote mate met de overheid mee mogen gaan, dat de overheid ons fundamentele God gegeven grondrecht om God te aanbidden nog niet echt dwarsboomt. Mm-hmm. Ook knelt het soms wel, vooral voor kerken die 1500 man kennen. Yeah. En je mag maar met 330 man eigenlijk. Ja, goed. Het is ook niet een verbod, maar het knelt. Het knelt. Ik denk dat christenen daar zelf
elke kerk moet er zelf een spanningsveld en overweging in maken. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat als het zo lange tijd doorgaat, voor nu kunnen we even de adem inhalen, houden, maar als het te lang doorgaat, ja, dan gaan kerken gewoon kapot. Als de kerk zegt, 1/3 van de kerk gaat mogelijk onze kerk uit voor het einde van de crisis. Ja, dat vind ik zorgelijke statistieken. Ja. En dan denk ik, we moeten gewoon samenkomen. Oké, we gaan het zien. En dan liever buiten. Ja, dat heb ik begrepen van u. Dank voor uw toelichting, Daniel van Deutekom. Zuid-Korea verbiedt het om heliumballonnen naar Noord-Korea te sturen. Daarover nu contact met Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen. Goedenavond, meneer van der Veen. Goedenavond. Ja, waarom wordt dat verboden in Zuid-Korea? Ja, de officiële reden is dat het voor de veiligheid zou zijn van de inwoners van de grensstreek. Ja. Tegen provocaties uit Noord-Korea. En om de banden met Noord-Korea goed te houden, omdat Noord-Korea niet zo'n fan is van die ballonnen. Mm. Het is specifiek ballonnen waar een verbod op komt? Ja, specifiek het oplaten van ballonnen. Met daaraan pamfletten, goederen, geld, geschriften en ook bijbels worden vaak opgelaten. Ja, want ik wilde vragen, er gaat van alles over die grens met Noord-Korea. U noemt al een aantal zaken. Doen mensen uit Zuid-Korea dat of komen er ook mensen uit de hele wereld voor naar het land? Het zijn mensen uit Zuid-Korea, maar het zijn vaak actiegroepen die zijn opgericht door Noord-Koreaanse vluchtelingen. Ja. En weet u ook of die ballonnen ook aankomen in Noord-Korea? Er is vaak genoemd. Noord-Koreaanse vluchtelingen hebben vaak genoemd dat ze die ballonnen hebben gevonden of de inhoud die daaraan is opgelaten. Ja. Mooi. Ja, u noemde ook evangelisten die bijbels via die ballonnen verspreiden. Wat betekent dat voor die bijbelverspreiding? Is dat de enige manier om in Noord-Korea te komen? Niet de enige manier. Ik heb van de week nog gesproken met dominee Eric Foley van Voice of the Martyrs. Ja. En hij zegt dat op dit moment er geen ballonoplatingen zijn, omdat die vanwege de wind niet mogelijk zijn. Maar dat zij ook andere manieren hebben om dat in Noord-Korea te krijgen. Ja, waar u niet over kunt praten, denk ik. Ook die zaken worden op dit moment wel verhinderd, maar om een andere reden. Namelijk dat de grens met Noord-Korea nu strenger bewaakt wordt en nog dichter is. De grens met China dan in dit geval. Want kan het ook repercussies hebben voor mensen in Zuid-Korea als ze zulke acties doen? Ja, als zij vanaf nu, de wet gaat over 3 maanden in. Als zij vanaf dan zulke acties doen, kunnen zij tot 3 jaar cel krijgen of een geldboete van ruim €22.000. Ja, zo. Zijn er ook alternatieven voor de mensen om toch iets in Noord-Korea te krijgen? Dit is wel een domper, maar dus de grens met China is erg lang en niet op ieder punt even streng bewaakt. Ja, op dit moment is wel strenger vanwege het coronavirus. En ook via die grens worden er allerlei goederen geld, maar ook bijbels naar binnen gesmokkeld. Mm. Je zou zeggen dat je dit bericht eerder vanuit Noord-Korea zou verwachten dan vanuit Zuid-Korea, dit verbod op die heliumballonnen. Want er is toch een tijdje geweest dat er een ontspanning was tussen beide landen. Ja, en die ontspanning is in mijn optiek een beetje doorgeslagen. In de zin dat Zuid-Korea nu zijn eigen burgerrechten, de rechten van hun eigen burgers en vrijheden aan banden legt. Mm. Om Noord-Korea het naar de zin te maken. Ja, dus dat is. Het is zo, dus in plaats van dat wat we vaak denken dat wij invloed uitoefenen op Noord-Korea, is het nu Noord-Korea dat invloed met succes heeft uitgeoefend op Zuid-Korea. Ik begrijp het. Dank voor uw toelichting, Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.